Ik vind dat je wel op moet passen dat je niet mensen te veel gaat kwetsen. Heeft iedereen het recht zijn mening te uiten, ook als je hier andere mensen mee beledigt? Eigenlijk niet, hè? Maar in principe niet, denk ik. Je mag je mening uiten, maar beledigen vind ik wel weer een beetje te ver gaan. Ik vind wel dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, maar ik vind wel dat we hebben ook het recht om elkaar te respecteren. Ik vind het gewoon goed, ik heb daar geen problemen mee. Ik vind van niet. Nee, want als je gewoon anderen mee beledigt, ik vind niet... Ja, eerlijk, is niet leuk voor anderen. Volgens Abu Talib is het afblazen van een demonstratie geen overwinning, maar een verlies. Hoe denkt u hierover? Ja, daar heeft u wel gelijk in. Iedereen moet toch voor zichzelf of voor zijn eigen mening uit kunnen komen. Dat vind ik wel een goed standpunt. Ik denk wel dat hij daar enigszins gelijk in hebt, omdat je dan wel de mensenrechten aantast. Nou, dat gaat naar twee kanten natuurlijk. Ik bedoel, voor degene die het graag wilde is het een verlies, maar ook voor degene die het niet wilde. Want je wordt er geen van beide wijzen van. Ja, dan is het misschien wel jammer geweest dat het niet doorging. Als je het op die manier bekijkt. Vind je het kunnen dat een buitenlandse minister, maakt niet uit uit welk land hij komt, zich bemoeit met de zaken die in Rotterdam spelen? Nee, want ja, het is Nederland. Rotterdam, hè? Nee, vind ik van niet. Ik vind dat hij niks te zeggen hebt hier in Nederland. Nee, vind ik niet kunnen. Ik denk dat het gewoon... Ik denk dat mensen die hier zitten het hier ook voelen wat er aan de hand is en hier dan een mening over mogen hebben.